De vorige eeuw was Brussel met zijn wereldtentoonstellingen tot tweemaal toe het centrum van de wereld. Een vertrouwd punt is de Beurs, een neo-barok gebouw daterend uit 1874 en dat gebouwd is in Lodewijk XIV stijl. Hier vindt de aandelenmarkt plaats. Brussel telt een groot aantal specifieke markten, zoals een vogeltjesmarkt, een antiekmarkt, een wereldbefaamde bloemenmarkt en natuurlijk een vlooienmarkt. Het aantal Nederlanders, wat hier alleen maar komt kijken en niet kopen, is hier vanzelfsprekend aanmerkelijk kleiner dan in Antwerpen. Vlak boven de Marollen verheft zich letterlijk en figuurlijk het Justitiepaleis. Van hieruit heb je een geweldig panorama over de binnenstad. Hoewel het paleis architectonisch geen hoogstandje is, is het wel erg indrukwekkend. De koepel is 105 meter hoog. De architect Poelaert heeft zijn levenswerk nooit kunnen aanschouwen, want voordat het gebouw voltooid werd, is hij volledig krankzinnig gestorven. De sfeervolle vlooienmarkt vindt iedere dag plaats in het centrum van de Marollenwijk, de enige typische arbeiderswijk die Brussel nog rijk is. Galerijen zijn verbindingen tussen twee handelswijken. Brussel was de eerste stad ter wereld die er meteen 7 heeft aangelegd. De Koninklijke Hubertusgalerij is op zich ook een soort markt. Dat geldt tevens voor de typische Brusselse lekkernijen die daar te koop zijn. Brussel is niet alleen een kwestie van bekijken, maar vooral ook proeven. Een van de meest pittoreske wijken is het Zavelkwartier. In harmonieuze overeenstemming daarmee is de Kleine Zavel, het park waar meer dan 50 beelden staan die de rijkdom en macht van de gilden van Brussel uitstralen. Op het plein van de Heilige Martelaren liggen de gesneuvelden van de revolutie van 1830. Dit volkomen rechthoekig en symmetrisch plein in hartje Brussel zou men kunnen beschouwen als de oorsprong van het huidige België. De markten van Brussel missen de standing en allure van de grote warenhuizen en de chique boutiques. Maar ze zijn ook minder prijzig en stukken gezelliger. Wie moeite heeft met echt antiek of kunst, koopt voor een zacht prijsje zijn gedroomde curiositeit. Wie in het bezit komt van lang gekoesterde prularia,
kan op de rommel- of openluchtmarkt zijn triomf vieren. Brussel vierde zijn 50ste verjaardag met zijn eigen Arc de Triomphe in het Juwelpark, dat speciaal voor deze gelegenheid werd aangelegd. De driedubbele boog is 45 meter hoog en bovenop bevindt zich een bronzen strijdwagen. Links en rechts van het monument bevinden zich de grootste musea van België met een uitgebreide collectie kant, wandtapijten, glas, keramiek en oud speelgoed. Kunst en geschiedenis gaan hier hand in hand. Het statige Koningsplein ligt vlak achter het paleis. Het is in de 18e eeuw opgericht onder bewind van Karel van Lotharingen. Het plein is omringd door verschillende paleizen waarin thans allerlei openbare instellingen zich bevinden. De grootste markt van heel Brussel is de Grand Place. Volgens de Franse schrijver Victor Hugo een van de mooiste marktpleinen ter wereld. De gebouwen zijn vervaardigd door de ambachtslieden en de gilden van Brussel in een tijd waarin de stad een bijzonder belangrijke marktplaats was, gelegen tussen Brugge, Keulen en Parijs. De gildenhuizen dragen aansprekende namen als Roos, De Zwaan, De Kleermaker enzovoort. Met recht kun je stellen, ze zijn hier van alle markten thuis.